Helemaal leuk dat je kijkt naar weer een nieuw filmpje. Ik heb vandaag een Wish shoplog voor je. Want ik heb hier naast me allemaal pakketjes liggen die allemaal tegelijk binnenkwamen van Wish. Ik bestelde 10 verschillende dingen op 2 of 3 verschillende momenten. En het werd een gecombineerde zending. Dat zag ik dus echt al na een paar dagen nadat ik het besteld had. En ja, ik bestelde een heleboel verschillende items. En het leek me wel leuk om deze aan jullie te laten zien. Allereerst heb ik hier een topje. Dit is een zwart topje. Van kant. En hij heeft van die patches. Dus aan de voorkant is hij in ieder geval niet doorschijnend. Ik vind hem echt super mooi. Hij ziet er ook echt heel mooi uit. Hij heeft eigenlijk niet echt gekke plekjes of zo. Kwaliteit voelt ook wel redelijk aan. De stof voelt in ieder geval goed. De elastiekjes voelen goed. Dus ik kan niet wachten om dit uit te gaan proberen in de zomer. Want ja, nu is het natuurlijk veel te koud voor. Maar goed, die dus. Dan, ik pak gewoon even random wat hier als eerste ervoor ligt. Want ja, 10 pakketjes is nogal veel. Dan een zakje met hele kleurige enkelzakjes. En dit zijn van die soort voetjes, zeg maar. Kijk hoe je dat goed in beeld kan krijgen. Het zijn hele dunne, bijna van die panty-achtige sokjes, zeg maar. En deze leken mij wel fijn voor in de zomer. Ik had deze al in het zwart. Die had ik gewoon hier ergens gekocht. Maar ik wilde er graag een aantal kleurige bij voor ja, de zomer. Voor ja, in mijn schoenen, zeg maar. Het leek me wel leuk. En ik heb dus gele, hele lichtblauwe, lichtpaarse, een beetje wat donkerblauw. Dan heb ik nog donkerroze, lichtroze. Even kijken, een soort lichtgeel ook nog. Zwarte, witte, even kijken, witte. En van die lichtgrijze. En zoals je ziet, het is best wel dun. Dus echt ideaal als het warm is. Want ja, dan krijg je niet zo gigantische zweetvoeten. En ja, dit vind ik gewoon iets fijner als van die gewoon dikkere enkelzakjes. Zeker als het heel erg warm is. Dan heb ik nog een zakje. En hierin zitten een soort trommelsteentjes. En ja, het is echt wel een beetje gruis. Dus ik ga dit gewoon in een potje doen. En misschien een kaars bovenop zetten of iets in die richting. Maar verder ziet het er eigenlijk prima uit. Dan heb ik hier nog een zakje. En ik wilde namelijk heel graag van die soort cadeauzakjes. Waar ik een leuk steentje in kan doen. Ik heb namelijk, zoals je in mijn vorige filmpjes al hebben kunnen zien, bij de groothandel van die trommelstenen besteld. Wel groter dan wat ik hier binnen gekregen trouwens. En het leek me wel leuk om die in van die zakjes te doen. En ik bestelde deze. En dit is gewoon een soort doorzichtig zakje met stipjes erop. Ziet er heel leuk uit. Het is wel echt ideaal voor een trommelsteentje. Ik zal er even eentje pakken, want toevallig ligt dat hier naast me op de grond. Kijk. En als ik die dan... Wow.
hierin doe. Dan kan ik hem zo dicht plakken en dan heb je een leuk cadeautje. Dan heb ik ook nog andere besteld, want die zag ik eigenlijk pas daarna. Dus die heb ik als tweede of derde besteld, zeg maar. Een aantal dagen daarna. En dat zijn namelijk, maak ze al open, maar deze. En dat zijn eigenlijk weer gewoon diezelfde doorzichtige zakjes. Maar hier zit dan een soort velletje langs. Met dankjewel. En dat vind ik wel echt heel erg leuk. En wat ik nu zie is dat de achterkant is wit. En dan, ik weet niet of je het zo een beetje kan zien. Er staat er dus voorop gedrukt, dankjewel in het Engels, met een paar bloemetjes. En ook hier kan ik dan weer zo'n steentje bijvoorbeeld in doen. En dat is wel echt heel erg leuk als klein bedankzakje. Een keer wat anders dan de andere zakjes die ik zo meteen ga laten zien. Dan heb ik nog deze. En dit zijn de zakjes die ik eerst altijd had. Het zijn van die Organza zakjes. Ik bestelde de 100, maar ik weet alweer dat dat gewoon veel te weinig is. Dus vandaar ook die andere zakjes. Dit zijn ze. Ik heb gekozen voor de grijze, grijsblauwe kleur. Die vind ik gewoon ideaal, neutraal en ja, past altijd. Ideaal dat ze dus gewoon zo dicht gaan. En ja, er past ook prima trommelsteenformaat in. Dus die. En daar heb ik er dus weer 100 van besteld. Dus dan kan ik even vooruit. En die andere zijn trouwens ook 100 stuks. Ik kan even vooruit met 300 pakketjes. Dan hebben we nog een pakketje. En hier bestelde ik twee verschillende van. Namelijk allereerst deze gouden. En het is een beetje een soort schatkistachtig iets. En het leek me wel leuk om hier trommelsteentjes in te doen. En ik bestelde de gouden voor mijn moeder. En ik heb zelf een zilveren voor mezelf besteld. Die ga je nu zo ook zien. Dat is namelijk deze. En dit is de zilveren. En ik denk dat hier wel een kleine 30, 40 trommelsteentjes in passen. Afhankelijk natuurlijk van de grootte. Dan heb ik nog iets van mijn webshop. En het zijn namelijk deze stickers. Ik maak heel graag gebruik van de stickers van AliExpress. Want ik heb hier dus ook twee andere rollen liggen die ik... die ik graag gebruik voor het inpakken. En ik dacht, weet je, ik bestel gewoon alvast op tijd nieuwe. En dat zijn deze geworden. Die leken mij ook wel leuk. Staat gewoon op thank you met een hartje. Dus ja, die kunnen daarbij. Ideaal. En dan hebben we alweer het laatste pakketje. En ook die zijn voor mijn webshop. Dat zijn namelijk deze. Ik heb er al even eentje geprobeerd. 12 van die doosjes. En daar kun je dus ook weer iets in doen. Kijken of het een beetje lukt zonder dat ding helemaal. Nou, dan ziet het er dus ongeveer zo uit. Dus dat leek me ook wel leuk om wat grotere steentjes in te doen. Bijvoorbeeld de amethystjes die ik weg ga geven of andere dingen. Volgens mij zijn dat alle items die ik dit keer heb besteld. Dat was het ook even voor nu wat ik op Wish heb besteld. Ik hoop dat ik even vooruit kan met zakjes. En wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En graag tot volgende week. Doei doei!